Goedenavond. Welkom terug. U bent aan boord van Coastal Juno. En we zijn bezig met het varen van de langste dagtocht 2022. Dit lijkt een soort berg. En dat is het ook. En dat is het Oert. En het Oert is het hoogste duin op Ameland. Wel bekend natuurlijk. Even kijken of dit allemaal goed gaat zo. Want we zijn nog anderhalf uur voor hoogwater, maar er staat vrij veel water vandaag. Het is een metertje of 2,80 meter. En we hebben nu nog een meter. 3 voet zo te zien. En als ik mijn commentaar voor me hou, dan kunnen we waarschijnlijk het gesnater van die heerlijke vogels horen die hier allemaal zich verzameld hebben. In het natuurgebied van het Oert. Als ik het zie, dan lijkt het alsof ze het natuurgebied weer wat kleiner gemaakt hebben. Of het staat fout op de kaart. Nou, dat maakt niet uit. In ieder geval, ik vind het altijd heerlijk om hier aan te komen. Zeker met al dat gesnater om je heen. Daar zitten de bordjes. Verboden toegang. En het is jammer dat hier een groot zeil voor zit. Maar u ziet wat een heerlijk zonnetje er nog staat. Even kijken of dat ook nog zo zichtbaar is. Eventjes door de knieën. Oh, het is heerlijk. Er zijn volgens mij toch echt weinig bootjes waar je dit soort geklooi mee doet. We waren eigenlijk op weg naar het oude smerige gat. Omdat vroeg in de ochtend om 0:03 zou de wind naar het oosten ruimen. En het idee was dan anker op te gaan en om Ameland door te varen. Maar natuurlijk weer te laat vertrokken. En zo'n anderhalve mijl voor het oude smeergat omgekeerd en met een noodgang de Pasaasrede opgeknald. En nou echt met de buik door het zand. Hier aangekomen. Wat zalig. Stereo. Ik hoor een bakboord heel ander geknetter, gesnater dan een stuurboord. Hier, daar staan die paaltjes. Kun je het zien? Ja, daar staat het baken op het eiland. Dan. Dat is een van de paaltjes. Maar dan moet je toch niet in het hoogste donker tegenaan knallen. Heel in de verte. Dat is wel heel in de verte hoor. Om de Hom, daar ligt Koosterschalk. Een heel klein pitje als u het nu ziet. In het midden van het beeld. Twee mannen genieten daar ook van de rust. Ik zal het niet te lang maken. Dat is het waarschijnlijk al. Maar dat is omdat ik zelf zo ontzettend van geniet. Dit was Coastal Juno. 14 juni 2022. De eerste dag van de langste dagtocht. Vanuit Lauwersoog. Richting Huizen via het onopgeprezen posthuispad. Dat hopen we dan maar. Dit was Coastal Juno.